Na een winterweek is de sneeuw op diverse plekken nog niet eens gesmolten, maar toch hebben we nu al te maken met lenteweer. En dat heeft wel degelijk zijn impact op de natuur. Op dit moment zien we echt een explosie van eerstelingen in de natuur. Allemaal planten en dieren die actief raken door die hele extreem hoge temperaturen waar we nu al dagen mee te maken hebben. En een minder leuk aspect is toch wel de hooikoorts. Op dit moment komen de zwarte elzen met name in bloei. En die zitten al helemaal vol met katjes, waardoor er heel veel pollen tegelijkertijd geproduceerd worden. En als we kijken naar de ontwikkeling in de natuur, dan liggen we nu zo'n drie tot vier weken voor op de normaal. En voor mij is dan normaal, zeg 50 jaar geleden. Maar hoe gaat de natuur nou om met deze verandering? De natuur probeert zich aan te passen aan die verandering. En dat zien we onder andere doordat ze inderdaad steeds vroeger actief worden. Maar we zien ook een noordwaartse verschuiving van allerlei planten en diersoorten. Ik zeg het altijd, er is een massale volksverhuizing gaande in die Nederlandse natuur, in de Europese natuur. Het schuift allemaal op naar het noorden. Maar het gaat niet snel genoeg. Het loopt 10 keer zo langzaam verschuiven ze op dan dat de temperatuur aan stijgt. En dat betekent, als je hem doorvertaalt, aan het einde van deze eeuw met die klimaatscenario's, dat we misschien wel 40% van al onze plantensoorten die nu in Nederland voorkomen, niet meer kunnen voorkomen aan het eind van deze eeuw. Ja, dat zijn dramatische ontwikkelingen. De natuur staat er al heel slecht voor door al onze menselijke activiteiten. En daar komt die klimaatverandering in een heel rap tempo overheen. Dus in die korte tijdsperiode dat het verandert, krijg je ook geen nieuwe soorten. Dus het is echt maximaal proberen mee te bewegen voor die planten en dieren. Maar daar beperken wij ze in allerlei manieren in. En dan helpt het ook niet in dit soort winters waar je een warme start hebt van de winter. Dan krijg je zo'n intense koude periode. Dat is maar een week geweest, maar wel intens koud. En dan weer extreem warm en misschien nog wel weer kou. Ja, weer grote wisselingen, dat is echt niet fijn.